Hey, welkom bij een nieuwe video. Parasieten zijn kleine diertjes die zich voeden met een ander dier of mens. Sommige van deze parasieten kunnen zelfs behoorlijk gevaarlijk zijn. Hoewel deze video zeer interessant is, zul je waarschijnlijk ook de kriebels krijgen en je eetlust verliezen. Dus weet goed waar je aan begint. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 10. De Ascaris lumbricoides is een grote spoelworm die wordt beschouwd als de meest voorkomende parasitaire vorm onder de mensen. De parasiet kan maar liefst 35 centimeter lang worden. Ongeveer een zesde van de menselijke bevolking zou de Ascaris lumbricoides dragen. Dat is ongeveer 1 miljard mensen in de wereld. Het veroorzaakt een infectie in het dunne darm die de ascariasis heet. Deze infectie komt het meest voor op plekken in de wereld waar ze geen moderne sanitaire voorzieningen hebben, zoals de Sahara in Afrika en Oost-Azië. Maar er zouden ook mensen zijn in Amerika die de spoelworm hebben. De parasiet zit vaak in onveilig voedsel en vieze waterbronnen. In vele gevallen zullen mensen de spoelworm niet eens opmerken omdat ze geen tekenen of symptomen vertonen. De parasiet wordt dus niet als te schadelijk beschouwd. Het wordt echter wel een probleem wanneer er een hoop van deze grote spoelwormen in het lichaam zitten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat je ernstig problemen kan krijgen in de darmen en longen. Nummer 9. De Ophiocordyceps is een soort schimmel waar ongeveer 140 soorten van bestaan. Deze schimmels staan erom bekend dat ze groeien op insecten. Een van de bekendste soorten is de Ophiocordyceps unilateralis, ook wel bekend als de zombiefungus. Deze schimmel heeft een unieke mogelijkheid om het gedrag van mieren te veranderen. Een soort van mind control dus. In de eerste instantie vindt deze schimmel een mier om te infecteren. Als hij er één vindt, blijft hij doorgroeien in het lichaam van een mier en zuigt het al zijn voedingsstoffen eruit en krijgt vervolgens de controle over de geest van een mier. De schimmel zal de mier daarna bevelen om zijn nest te verlaten en op zoek te gaan naar een plantenstengel. Het dwingt de mier om op zoek te gaan naar een beschutte plek onder het blad en zijn kaken in het blad vast te zetten, waar de schimmel zal groeien. Daarna groeit er een stengel uit de achterkant van de kop van de mier en is die een echte zombie geworden. Deze schimmel komt voornamelijk voor in tropische regenwouden in Thailand, Australië en Brazilië. Gelukkig kan de Ophiocordyceps niet het lichaam van de mens overnemen, maar als dit wel het geval zou zijn, zou dat betekenen dat we dus echte zombies zouden kunnen worden. Nummer 8. De Vandalia sirosa is een kleine vissoort die bekend staat om de menselijke urinebuis te kunnen binnendringen. Men noemt deze vis ook wel de kandiru of de vampiervis. De kandiru kan maximaal 17 centimeter lang worden, maar zijn over het algemeen een stuk kleiner. Het is vrij logisch dat deze kleine vis enorm wordt gevreesd door de lokale gemeenschappen. Ze zijn veel banger voor de kandiru dan voor piranha's die ook in hun rivieren te vinden zijn. De kandiru leeft voornamelijk in de kieuwen van andere vissen waar hij zich met bloed voedt. Verhalen over de kandiru gaan al honderden jaren rond in het Amazonegebied waar zowel mannen als vrouwen in de rivieren baden. Wat sterk wordt afgeraden is om je behoefte te doen in deze rivieren. Want als je dus even niet oplet, springt de agressieve kandiru de zooi je weet wel in. En omdat de vis vinnen heeft, is het ook nog eens erg moeilijk om hem weer te verwijderen. Ben ik even blij dat ik niet in de buurt woon van het Amazonegebied. Nummer 7. Er zijn ongeveer 800 verschillende soorten tekenen in de wereld waarvan 75 soorten in Australië te vinden zijn. De Ixoot holocyclus is de gevaarlijkste hiervan en heeft het vermogen om zenuwgif te injecteren in zijn gastheer. Dit gif kan een verlamming veroorzaken. Tekenbeten komen regelmatig voor en gelukkig veroorzaken ze normaal gezien geen ziekte. Een tekenverlamming is echter uiterst zeldzaam en slechts 60 soorten teken over de hele wereld zouden dit vermogen hebben. De gifstoffen worden via het speeksel van de teken naar de gastheer overgebracht en alleen vrouwelijke teken dragen deze gifstoffen bij zich. Dit soort teken groeien meestal in gebieden met extreem veel regen. Dieren die het meest besmet worden door deze teken zijn koala's, buidelratten en kangoeroes. Maar ze kunnen ook erg vervelend zijn voor mensen, vooral voor kinderen jonger dan 10 jaar. Nummer 6. De Dracunculus medinensis, ook wel de Guinea-worm genoemd, is een parasitaire rondworm. Het leeft voor een korte tijd in zoetwater-eenoogkreeftjes en vindt uiteindelijk een zoogdier om daar te verblijven. Je kan besmet geraken als je water drinkt die watervlooien bevatten die zijn geïnfecteerd met de larven van de Guinea-worm. De patiënt kan vele maanden ziek blijven, maar gelukkig zou het wel te genezen zijn.
Maar ze kunnen in sommige gevallen ook een bacteriële infectie ontwikkelen die allergische reacties kan veroorzaken. Wat deze wormen erg griezelig maken is dat ze van het ene naar het andere lichaamsdeel kunnen overspringen. In het begin van de 15e eeuw werden deze parasieten in Egypte ook wel kleine draken genoemd, omdat ze een branderig gevoel kunnen geven. Nummer 5. De Dermatobia hominis, ook wel de menselijke horsel genoemd, behoort tot de vliegenfamilie met de naam botflies. Deze zogenaamde botfly is de enige vlieg die voor de mens een parasiet is en hebben een griezelige manier om mensen te parasiteren omdat ze gek zijn op menselijk vlees. Mensen die besmet zijn geraakt met deze parasiet beweren dat ze deze onder hun huid kunnen voelen bewegen. Ook de manier waarop ze in de huid weten te komen is vrij onsmakelijk en zal je koude rillingen geven. Dit is hoe ze het doen. De botflies vangen eerst muggen die vervolgens dienen als drager van hun eitjes. Als de drager zich vervolgens voedt met een gastheer, worden de eitjes op de bijtwond uitgebroed en de larven banen zich dan een weg onder de huid. Daarna blijven ze 8 weken lang op de menselijke gastheer terwijl ze zich ontwikkelen en zich voeden. Als ze eenmaal volwassen zijn, zullen ze vanzelf weer weggaan. Maar dit is dus een parasiet die je zeker niet wilt hebben, want ze hebben stekels die ook erg pijnlijk zijn. Nummer 4. De Loa Loa is een andere spoelworm die ook wel de oogworm wordt genoemd omdat een van de ongewone plekken waar hij graag woont het menselijk oog is. De Loa Loa komt vaak voor in de regenwouden van West-Afrika en zou zijn ontstaan in Ethiopië. Net als de menselijke botvlieg leeft ook de Loa Loa bij voorkeur in de onderhuidse laag van de huid waar veel vet zit. Het zou daar kunnen blijven als het zich binnen de komende 5 tot 6 maanden daar ontwikkelt. Soms kan hij wel 17 jaar lang in zijn gastheer overleven. Een ander interessant kenmerk van de oogworm is de manier waarop hij zich overdag via de bloedbaan naar de longen verplaatst als de nacht aanbreekt. De larven, evenals de volwassen vorm van de worm, kunnen erg pijnlijk zijn voor de ogen van hun gastheer. Ze belemmeren ook de oogbewegingen en veroorzaken problemen met het gezichtsvermogen. Gelukkig komen ze voornamelijk alleen voor in de regenwouden van West-Afrika. Nummer 3. De volgende parasiet op deze lijst is ook mind controlling, alleen is het niet een schimmel, maar een insect genaamd Toxoplasma gondii. Deze parasiet kan je bij een hele hoop dieren aantreffen, waaronder huiskatten die hun favoriet zijn. Maar ook mensen worden besmet. Wanneer dit gebeurt, vertonen ze in eerste instantie geen duidelijke symptomen, maar slechts een paar griepachtige verschijnselen. Na een korte tijd zal het echter steeds meer voor problemen zorgen. Volgens onderzoek en experimenten van deskundigen heeft de Toxoplasma gondii de mogelijkheid om het gedrag van besmette knaagdieren zoals ratten te veranderen. De parasiet kan ratten bijvoorbeeld gemakkelijk te prooi laten vallen op katten. De ratten zullen namelijk niet de behoefte voelen om zichzelf te beschermen en ze zouden zich zelfs naar gebieden brengen waar katten leven. Nummer 2. De Dimodex folliculorum of gewoon de haarfolliculmijt zijn microscopische mijten die op de menselijke huid leven. Dit is namelijk de enige plek waar ze kunnen overleven. Je kunt ze met het blote oog niet zien omdat ze microscopisch klein zijn, maar bijna ieder persoon heeft ze. Ze zitten voornamelijk in de buurt van je wimpers, maar ze kunnen 's nachts over je gezicht heen lopen. Onder een microscoop zien ze er behoorlijk griezelig uit. Hoewel het een parasiet is, zijn ze niet zozeer gevaarlijk. Er zijn zeldzame gevallen waarin de overbevolking van deze mijten een ziekte kan veroorzaken en het immuunsysteem aantast. Symptomen hiervan zouden haaruitval en jeuk zijn. Dit is echter vrij zeldzaam. Wetenschappers weten ook nog steeds niet wat deze mijten op onze gezichten doen. Sommigen denken dat ze de bacteriën of de dode huid zullen eten die op onze huid zitten. Nummer 1. De gevaarlijkste parasiet van allemaal is de hersenetende amoebe. Dit is de Naegleria fowleri, een bacterie-etend micro-organisme dat via de neus het zenuwstelsel binnen kan dringen en vervolgens naar de hersenen afreist waar die het hersenweefsel vernietigt. Mensen die geïnfecteerd raken door deze parasiet hebben vaak last van hoofdpijn, koorts, misselijkheid, verwarring en hallucinaties. In slechts 5 dagen tijd verandert het je lichaam en is er een kleine kans dat je het meer dan een week volhoudt. Van de 450 geregistreerde gevallen in de afgelopen 60 jaar konden slechts 7 patiënten het navertellen. Deze parasiet komt overal ter wereld voor in warme zoetwatermeren en rivieren. Het is opmerkelijk dat ze voornamelijk via de menselijke neus naar binnen gaan en niet als je bijvoorbeeld besmet water inslikt. Zijn jullie wel eens in aanraking gekomen met een parasiet? Laat het me weten in de reacties.
Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.